Voedselbank Limburg-Noord hield afgelopen zaterdag een geslaagde open dag. De dependance in Venray geeft 150 pakketten per week uit. Wij maken met 55 vrijwilligers zorgen wij ervoor dat wij in Horst, Bergen, Gennep en Venray mensen die aan de onderkant van de financiële maatschappij leven kunnen verblijden met een voedselpakket. Een voedselpakket bestaat in principe altijd uit eten wat ook wij krijgen, want daar zijn we afhankelijk van. Maar er zitten eigenlijk altijd wel aardappelen of pasta in, er zit fruit in, er zit groente in, er zit brood bij, er zit vlees bij of vis. En verder lang houdbare producten. Wij proberen zoveel mogelijk gezond eten mee te geven. We kijken ook naar kinderen en dergelijke. Wat als er in het gezin zijn, daar letten we op dat er niet te veel snoep in zit, maar wel een beetje. Want de kinderen hebben ook daar recht op. Maar we kijken wel naar gezonde producten. Om een aanmerking te kunnen komen voor een pakket, wordt er een intake gehouden. En dat is niet misselijk. Mensen moeten echt alles meebrengen op financieel gebied. En daar zit een rekensom op en als ze daarboven zitten krijgen ze geen pakket, zitten ze eronder krijgen ze een pakket. De 55 vrijwilligers die actief zijn voor de voedselbank hebben allemaal hun eigen taak. Ik coördineer op de donderdag. Dat betekent dat we met z'n allen kijken wat gaan we uitdelen, hoeveel mensen hebben we, hoeveel kratten hebben we. Op de kratten hebben we staan hoeveel personen het gezin is. En we zorgen dat we, eigenlijk sparen we op totdat we van alles genoeg hebben om het te kunnen uitdelen. En Lucie van het magazijn die kan weer zeggen wat we voldoende hebben en dat delen we dan uit. En daarnaast krijgen we veel verse producten, dat moeten we meteen uitgeven. Het is afhankelijk van wat de supermarkten geven, want daar zijn we heel erg afhankelijk van. En ja, soms krijgen we wat groenten van boeren of van kleine tuinders, hobbyisten. En ja, van alles komt er binnen dan. En van de bakkerijen en van brood. En dat moet dan, mag dus niet ingevroren zijn. Dus. Lucie en Anneke zijn al sinds 2005 en 2013 vrijwilliger bij de voedselbank met hun eigen beweegreden in. Voor mij is het, ik zit de hele week achter het bureau. En ik had zoiets, ik wil ook graag maatschappelijk bezig zijn. Maar dan wil ik ook wel eens graag met mijn handen bezig zijn. En sinds ik hier eenmaal vrijwilliger ben, wil ik ook niet meer weg. Want het is zo'n leuke club en het is zo fijn om te doen. Je krijgt er zoveel voldoening van. Het voelt als een familie. Heel dankbaar werk. Niet alleen voor mij, maar gewoon ook voldoening van, ik doe iets voor een andere die het wat minder heeft. En ook de club is inderdaad heel hecht. En heel leuk, ja. Het werk van de voedselbank heeft volgens Van Stelten helaas nog een lange toekomst. Ja, dat is absoluut heel triest. Maar als je gewoon kijkt wat er gebeurt, en het kan iedereen overkomen, laat er ook wel in zijn, zullen we daar nog heel lang gebruik van moeten maken. Want nog steeds zijn er mensen die op de een of andere manier of in de schulden raken of dusdanig pech hebben dat ze niet genoeg geld hebben om eten te kopen. En met bezoekers uit de wijde regio mag Voedselbank Limburg-Noord terugkijken op een geslaagde open dag.